Het is zeker geen stormachtige opening van de ploeg uit Kerkrade. Van der Loo. Hier weer een balbezit. En dat zijn aardig wat mooie scharen. En een goed schot bovenin. En hij gaat er uiteindelijk in voor Telstar. Het doelpunt van El Kashati. Maar mag daar even Tim van der Loo bedankt worden. Van der Loo. Een paar scharen. En ze zijn nog effectief ook. Want Beerten wordt het al gauw te machtig. En dan ligt het doel open. 1-0 Telstar. Daar is Juices. Die krijgt hem zomaar in zijn schoenen geschoven. Als hij zelf wat stappen naar voren zet. Die stappen zet Van der Loo ook. En dan had het hier zomaar 2-0 kunnen staan. En kijk naar de woede. De woede is puur en oprecht bij de doelman van Roda. Slim gedaan, oude Kotte. Juice is daardoor in stelling, maar kan die ook uithalen. Hij moet eerst nog een keer kappen. Wat een goede actie van de Griek, maar hij scoort niet. En dan valt hij binnen voor Roda. Seik. Het is de eerste serieuze poging tussen de palen van Roda en de wedstrijd. Het is wel meteen een goal. Overtoom, goede paas op Gravenberg. Die is wel alleen. Er is aansluiting onderweg met Seedorf, met El Kashati. Die zijn er nu allemaal. En daar komt de bal ook bij. Seedorf, wat een redding van Ratsi. Het is karig wat Roda vandaag laat zien. Maar het kan nog altijd winnen. Daar is namelijk Müller. En Müller schiet. En Koeman redt. Wat een reflex van de keeper van Telstar. Grootste kans op de voorsprong voor Roda JC via Joey Müller. Het is voorbij. Telstar Roda JC 1-1.